Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag. Een heel korte update, waarin ik even uitleg waar ik naartoe ga met mijn kanaal. Dus uh, ik heb in mijn... Als je mijn kanaal al een tijdje volgt, zou je wel al gemerkt hebben dat er nu en dan een korte video volgt waarin ik een update doe van wat ik juist van plan ben. Wel, dit is zo'n video. Heel kort ga ik uh, proberen het formaat een klein beetje te wijzen in die zin dat ik meer dergelijke opnamen ga maken, waarbij dat ik shots maak, dus zoals uh, hier Materiaal op tafel waarbij ik dan eigenlijk uitleg geef voor een bepaald fototoestel of iets in die zin. Zoals hier heb ik mijn Sony Alpha 7 vast. Dat is ook een verandering trouwens, kom ik zo meteen op terug. Maar het grootste verschil daarmee is dat ik um, veel dichter kan inzoomen op uh, details. Dan kan ik instellingen laten zien. Als de focus zich aanpast, kan ik ook heel gemakkelijk echt heel dicht komen bij um, mijn onderwerp. Wat dat duidelijker zal zijn bij het maken van de video. Want ik heb gemerkt bij de video's van onder andere um, materiaal met een verhaal dat het vaak ik ik sta dan zelf in beeld in shot van een vrij grote afstand en ik merk dan dat het soms moeilijk is om, om details te laten zien van een bepaald onderwerp dus dan denk ik dat dit type opname beter zal werken dus ik ga meer en meer dit type opname beginnen maken dus je zal mij minder en minder kunnen zien verder uh, heb ik heel veel content klaarstaan die nog moet gepubliceerd worden daar maak ik ook sowieso werk van maar uh, ik heb een schema van ongeveer twee video's per week. Ik heb dat niet altijd gerespecteerd. Vooral als ik geen tijd had, ontbreken er een aantal video's nu en dan. Maar ik wil toch maximaal twee video's per week. Ik wil niet elke dag een video gaan uploaden. En de enige video's die daarbij niet uh, meegeteld worden, zijn eigenlijk dit soort video's. Dus de, de update video's. Die kunnen wel los van het schema gepubliceerd worden. Maar anders zal het altijd beperkt zijn tot twee video's per week. En dan een andere en laatste opmerking, een andere wijziging in uh, mijn video is dat ik uh, minder en minder met deze Sony Alpha 7 ga fotograferen, of beter filmen. Tot nu toe heb ik mijn opname bijna altijd met deze camera gemaakt. Voor filmen is die eigenlijk heel interessant, die heeft een aantal heel handige features. Snelle focus, uh, specifieke lenzen ook die goed geschikt zijn, dat is een vrij wijde lens, 28, ik heb ook de 35. En kijk, je ziet zelf dat hem nog op, uh, op video ingesteld staat. Ik heb die eigenlijk de laatste tijd bijna alleen nog maar voor video gebruikt. Het enige echte nadeel van deze, Sony Alpha 7, dus dat is de eerste uh, iteratie ervan. Het enige echte nadeel van deze, is dat de batterij duur echt te kort schiet. Dus ik heb daar twee batterijen voor en ik moet vaak tijdens het maken van opnamen tussendoor snel wisselen. Een ander nadeel is dat je met deze geen 4K kunt doen. En ik ben nu aan het filmen met de uh, Fujifilm X-T2. En daar kan ik wel 4K mee doen. Of ik echt veel 4K ga benutten, weet ik nog niet. Maar ik kan in elk geval 4K opnemen. Zo, dat was het voor de update. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, laat maar weten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!